Actievoerders onder leiding van Raju Bikhari hebben vandaag op het Onafhankelijkheidsplein geprotesteerd tegen de beëdiging van de vier nieuwe ministers. De actiegroep is verontwaardigd dat president Desi Bouterse voor de zoveelste keer veranderingen heeft doorgevoerd binnen zijn kabinet. Bikhari sprak de aanwezigen toe. Als we kijken wat er gebeurt in het land, hoe allemaal we sabi, tak akondre de Iwapina. Maar met de dag door, elke dag worden wij opgeschrikt door criminele, corruptieve handelingen. Want corruptie en criminaliteit zijn twee handen op één buik. Dus alle zodra je een wikje ziet, een of ander corruptiegeval vindt plaats. Dan is 19 miljoen euro in Nederland tegengehouden of aangehouden, omdat men hier in Suriname de herkomst ervan niet kan aangeven. Dan zijn er Surinamers in het buitenland die met grote sommen geld worden aangehouden. En die gelden worden ook in beslag genomen. Dus wij lassen money dat die. Terwijl wij al die dollars en die euro's nodig hebben om onze gezondheidszorg te draaien. Om onze sociale voorzieningen daaraan ook een gehoor te geven. Terwijl kinderen op de hoeken knippas en maripas en awara staan te verkopen. Zijn er Surinamers met grote sommen geld in het buitenland die aangehouden worden? De vraag is, waar gaan wij naartoe? Bikhari plaatste vooral vraagtekens bij de benoeming van Robin Permisser bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Likram Surjan bij Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Dat opeens Permisser geen minister meer wordt van RGB, maar van LVV. Minister Surjan, die eerder aan de brui aan had gegeven, hij wilde geen minister meer zijn, die wordt nu geplaatst naar RGB. Ik wil elke journalist die hier is, ik wil een opdracht hebben, want ik ben de journalist, kaba, Simon is er niet. Toch? We zijn er ook samen. Maar ik wil elke journalist die vraagt, want ik ben dat ik me bedoel. Vraag aan Surjan, RGB staat voor ruimtelijke ordening en bosbeleid. Maar elke minister die komt op LVV, die denkt RGB is grond uitgeven. Grond uitgeven terwijl dat ruimtelijke ordening, dat gedeelte, niemand dat... Vraag aan minister Surjan, vanaf nu minister, vraag aan hem wat zijn beleid en visie is ten aanzien van ruimtelijke ordening. Hij gaat alleen over Stijsat kunnen praten. Vraag hem. Vraag minister Permisser wat hij weet over de agrarische sector. Minister Permisser die is toch socioloog. Wat weet hij van de agrarische sector? Afromoloog. Raju Bikhari vandaag tijdens een protest op het Onafhankelijkheidsplein. De groep bestond uit nauwelijks 20 protesteerders.